Vandaag wil ik het hebben over de scent dispenser voor de Kobo's. En voor, nou ja, deze is dan voor de Kobo, maar je hebt ze natuurlijk in verschillende manieren. Het zou ons dan moeten helpen bij de overstap van analoog naar digitaal lezen. Het scheidt geur af via dit mondje hier. Scheidt het geur af van het type boek wat je op dat moment aan het lezen bent. Dus dat kan een oud boek zijn of een magazine of wat dan ook. Hij gaat er zo op. En als ik dan een boek aan het lezen ben en ik blader door het boek, dan geeft hij mij die geur mee en ook het gevoel van, nou, ik lees nog een beetje een analoog boek. Hartstikke leuk natuurlijk, zo'n ding. Maar ja, weet je, hij is 100 euro. Dus ik wil het vandaag gaan hebben over een goedkoper alternatief. Wat je daarvoor nodig hebt, het boek naar keuze. Ik heb in dit geval een oud boek gekozen. Het ruikt echt naar een tweedehands boekenwinkel of naar een antiquariaat of... Nee, die geur van de David de Boekenmarkt, die zit hier wel in. Daarvan ga ik de geur extraheren. Daarvoor heb ik ook nodig een neutrale olie, zonder smaak, zonder geur. Dat is wel belangrijk. Daarnaast heb ik een pan nodig, want ik ga de boel verhitten. En een flacon, een spijkflaconnetje. Om te beginnen met dit is het versnipperen van het boekje. Dus daar gaan we. Pak maken. Kleine stukjes. Extra veel geur afgeven, want als ik het boekje gewoon zo in de olie leg, dan komt er natuurlijk geen geur af. Ik wil alles mee pakken. Pan. Rommel erin. Olie. Giet het erin. Een half liter ongeveer nou. Zie. Oh, zit in de pan. Misschien nog een beetje meer. Dat die net onder staat. Lijkt zo. Ga ik hem nou op vuur zetten. Oké, ik heb de olie nu verhit, maar niet... al te heet. Dus ik heb het nu gestaafmixt, de prut, zoals je ziet. Om alle geurstoffen zoveel mogelijk eruit te krijgen. Heb ik hier een vergiet en ik heb daar koffiefilters in gedaan. En dan gaan we dit daarin gooien en dan gaan we het filteren. Zo. Laten we dat er eventjes uitlekken. En dan hebben we als het goed is een soort van... Het is etherische olie gecreëerd. We zijn een dag verder. Ik heb de olie. Maar nu heb ik ook alcohol, 96%. 30% van dit, 70% van dit. Mengen. Poes. Aan de kant. 10 minuten schudden. Tot zometeen. Koken de alcohol eruit. Ik heb het nu in een koffiefilter zitten. Na het indampen hou je ongeveer zoveel over. Zo. Sterk, maar het ruikt onmiskenbaar naar boeken. Ah, en er zit nog een zweem alcohol in natuurlijk. Daar gaan we. Niet veel. Fucking hell!